Anton Hellings. Leeuwspoor. Ik heb veel. Mooi. En het tweede gedeelte van het orgel, het tweede klavier, dat is het sterkste klavier. Dat staat hoger in de speeltafel opgesteld. En u kunt ook horen dat dat, zoals een trompet, dat het veel sterker klinkt. Prachtige trompet. Dat klinkt veel sterker. En dan boven hebben we nog een klavier en dat staat dan veel hoger nog. En dat klinkt dan ook veel verder weg. Hier hebben we een apart orgel, het pedaal. Dat is voor de lage noten. Maar er zitten ook registers op waarmee je hele hoge noten kunt spelen. Maar zondags niet. Precies. Juist. Maar dus we kunnen ook met het pedaal kunnen we de hoge melodie spelen, dat je dan met de handen begeleid, met een lage betonen. Dus er zitten fluiten op het orgel. Een paar laten horen. De holpijp. Ah. En hoge fluiten. De gemshoorn. Mm-hmm. Staat er al precies op. Heel mooi. En een nog hogere fluit. Mooi fluitje. Zo, zo'n piccolootje wel. Ja, en dan kun je dus die hoge en die lage fluiten met elkaar gaan combineren. En dan krijg je dus een veel vollere klank. Stem mooi. En zo kun je dus een heleboel registers met elkaar gaan koppelen. Ga je hoge en lage registers met elkaar koppelen, dan krijg je dus een geluid waarmee je dus een melodie kunt spelen, een solo kunt spelen. En dat klinkt hierboven natuurlijk een beetje rommelig. Ja, ja. Dat geef ik je wel meteen eventjes. Nou, dus toch dusdanig samengesteld dat beneden pas het mooi klinkt. Het moet daar klinken, het moet daar mengen. Okay. Ja. Dus als ik bijna alles openzet, dan moet ik alle koppelingen doen, dan krijg ik dus dit, hè. Dat was 3FF. Zo is dat. Prachtig.